Maandag 20 november heeft wethouder Gerard Mosterd het langverwachte actieplan Verkeersveiligheid gepresenteerd. En in dit plan staat een top 10 van verkeersknelpunten die de gemeente Katwijk gaat aanpakken. Een aantal van die plannen kunnen vrij snel worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit plan inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden om groen licht te krijgen. Met dit plan wil de gemeente zorgen dat er een verkeersveilige omgeving ontstaat in Katwijk, aldus wethouder Gerard Mosterd. Het is heel belangrijk dat wij in Katwijk een verkeersveilige omgeving creëren, want heel veel mensen nemen deel aan het verkeer als voetganger, als fietser, als automobilist. En ja, wij willen graag dat iedereen veilig door het verkeer kan. En we zien dat er een heel aantal plekken zijn in Katwijk dat nog niet veilig is of waar het nog een stukje veiliger kan. En dus hebben we gezegd, we willen graag een top 10 presenteren waar we aan gaan werken om die net een stukje veiliger te krijgen. Zijn er opvallende veranderingen ten opzichte van de eerdere top 10? Nou, er zijn er natuurlijk een aantal die we uit de vorige top 10 hebben opgelost of waar we mee aan de slag zijn gegaan. Dus er zijn ook wel weer nieuwe bijgekomen. Maar ik denk dat iedereen in zijn eigen omgeving wel een aantal punten kan noemen die als onveilig worden ervaren of die echt onveilig zijn. Die pakken we aan en daar gaan we mee aan de slag. Maatregelen die genoemd worden in die top 10, zijn dat maatregelen die wenselijk zijn of zijn het maatregelen die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? Nee, de maatregelen die nu genoemd worden, daar gaan we ook daadwerkelijk mee aan de slag. Maar er zijn ook een aantal waarvan we zeggen, we zouden nog iets beter moeten onderzoeken welke effecten het heeft. Zeker als je hele grote maatregelen wil nemen, bijvoorbeeld tunneltjes voor fietsers realiseren. Ja, dat kost heel veel geld, dat moet je goed onderzoeken. Ja, dat hebben we niet morgen geregeld, maar we willen wel eigenlijk morgen aan de slag. En dus hebben we gezegd, we gaan nu kleine maatregelen nemen voor die top 10. En we gaan ook kijken welke maatregelen we voor de wat langere termijn kunnen nemen. Zodat de fietser, de voetganger goed en veilig over straat kan. Opvallend is dat er een maatregel genoemd wordt dat de weg tussen de Boslaan en Zeeweg, de Meolaan, die wordt veranderd naar een 30 kilometer zone. Ja, dat klopt. We hebben daar ook met omwonenden gesproken. Er wordt heel hard gereden en er rijden wel heel veel fietsers. En eigenlijk willen we de fietser wat meer ruimte geven. En daarom hebben we gezegd, het is wel een hele belangrijke ontsluitingsweg voor dat deel van Katwijk aan Zee. Maar we willen ook dat het wat rustiger wordt gereden en er meer ruimte komt voor de fiets. En dus hebben we gezegd, aan de gemeenteraad stellen we dus voor om die weg van 50 naar 30 te brengen. En dus ook meer ruimte te laten creëren voor de fiets. Zijn al de wensen ook financieel haalbaar? Ja, de korte termijn oplossingen kunnen we gewoon netjes uitvoeren. De langere termijn oplossingen, daar moeten we eerst goed onderzoek naar doen van hebben die het gewenste effect en hoeveel kost dat dan om uitgevoerd te krijgen. Want een tunneltje dat is echt wel duurder dan het aanpassen van een stoplicht of het verleggen van een zebrapad. Naast knelpunten worden er ook 3 brede aandachtspunten of gebieden genoemd. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, we hebben natuurlijk ook gezegd, wij kunnen als gemeente zorgen dat we de infrastructurele maatregelen nemen. Hè? Dus dat het een beetje veiliger wordt op die weg. Maar heel veel is ook te wijten aan gedrag. Hoe gaan wij met elkaar om in het verkeer? Houden we een beetje rekening met elkaar? Zorgen we ervoor dat we weten wat de regels zijn? Zorgen we ervoor dat we goed verlicht op pad gaan als het donker wordt? Het zijn allemaal dingen die mensen zelf ook kunnen doen. En dus zetten we ook veel in op campagnes richting scholen, richting ouderenbonden, richting het gewone verkeerspubliek. Juist ook omdat zij een enorme belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het veiliger maken van onze verkeersomgeving. Iedereen doet mee. Zorg er dan ook voor dat je een beetje rekening houdt met elkaar. En neem ook verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de ander. Op de website van RTV Katwijk kunt u het actieplan Verkeersveiligheid nog eens rustig nalezen en ook welke maatregelen er worden voorgesteld.